Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over voertuigengeluiden. Dat doen we in de stad. We gaan eens kijken bij de voertuigen in deze straat. De voertuigen zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wat er verstopt zit. Wat kan dat zijn? Ja, precies. Het is de auto. Maar hoe ziet een auto er eigenlijk in het echt uit? Dit is een auto. Hij is snel en heeft mooie wielen. Een auto heeft een stuur om mee te rijden. En brengt ons naar leuke plekken. Zelfs naar oma en opa. Dag, auto! Hier zit weer een voertuig verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wat dit is. Wat kan dat zijn? Ja, precies. Het is de fiets. Maar hoe ziet een fiets er eigenlijk in het echt uit? Dit is een fiets. Hij heeft twee wielen en een bel. Als je op de fiets rijdt, kunnen we de bel laten klinken. Tring, tring. Zo weet iedereen dat je eraan komt. Dag, fiets. Hier zit een groot voertuig verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wat dit is. Wat kan dat zijn? Ja, precies. Het is het vliegtuig. Maar hoe ziet een vliegtuig er eigenlijk in het echt uit? Dit is een vliegtuig. Een vliegtuig heeft grote vleugels. Het lijkt wel op een grote vogel. Het kan heel hoog in de lucht vliegen. Tussen de wolken. Dag, vliegtuig. Hier zit weer een voertuig verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wat dit is. Wat kan dat zijn? Ja, precies. Het is de politieauto. Maar hoe ziet een politieauto er eigenlijk in het echt uit? Dit is een politieauto. Hij heeft mooie rode en blauwe strepen. Met zijn knipperende lichten en een luide sirene weet je precies wanneer hij in de buurt is. Dag, politieauto. Hier zit een groot voertuig verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wat dit is. Wat kan dat zijn? Ja, precies. Het is de bus. Maar hoe ziet een bus er eigenlijk uit?
eigenlijk in het echt uit? Dit is een bus. Het lijkt wel op een reuzenauto. In de bus zijn veel stoelen, dus iedereen mag instappen en meerijden. Dag, bus! Hier zit weer een voertuig verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wat dit is. Wat kan dat zijn? Ja, precies. Het is een motor. Maar hoe ziet een motor er eigenlijk in het echt uit? Dit is een motor. Hij is net zo snel als een auto, maar hij lijkt op een fiets. De motorrijder draagt een helm, want dat is veilig. Dag, motor! Hier zit een groot voertuig verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wat dit is. Wat kan dat zijn? Ja, precies. Het is de vrachtwagen. Maar hoe ziet een vrachtwagen er eigenlijk in het echt uit? Dit is een vrachtwagen. Een vrachtwagen is een mega-auto met een hele grote laadbak. Hij kan hier superveel spullen in meenemen. Wat handig! Dag, vrachtwagen! Hier zit weer een voertuig verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wat dit is. Wat kan dat zijn? Ja, precies. Het is de graafmachine. Maar hoe ziet een graafmachine er eigenlijk in het echt uit? Dit is een graafmachine. Hij heeft een hele lange arm met een grote boor eraan. Hij beweegt in de grond en kan zo de weg weer maken. En als de weg klaar is, kan iedereen er weer overheen rijden. Dag, graafmachine! Hier zit weer een voertuig verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wat dit is. Wat kan dat zijn? Ja, precies. Het is de helikopter. Maar hoe ziet een helikopter er eigenlijk in het echt uit? Dit is een helikopter. Een helikopter rijdt niet over de weg. Hij heeft wieken die bovenop ronddraaien. Hierdoor kan hij overal naartoe vliegen. Dag, helikopter! Hier zit weer een voertuig verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wat dit is. Wat kan dat zijn? Ja, precies.
Het is de brandweerauto. Maar hoe ziet een brandweerauto er eigenlijk in het echt uit? Dit is een brandweerauto. Een brandweerauto is als een superheld op wielen. Hij rijdt snel naar plekken waar hulp nodig is en blust het vuur met water. Dag, brandweerauto. We hebben nu alle voertuigengeluiden gehoord. Het waren er heel veel. Maar ik weet zeker dat jij heel goed hebt opgelet. Ja, hè? Heb je dan zin in een voertuigengeluidenspelletje? Ja? Weet jij nog welk voertuig welk geluid maakt? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welk voertuig is dit? De auto. Nee! Welk voertuig is dit? De fiets. Welk voertuig is dit? Het vliegtuig. Nee! Welk voertuig is dit? De politieauto. Nee! Welk voertuig is dit? De bus. Welk voertuig is dit? De motor. Nee! Welk voertuig is dit? De vrachtwagen. Nee! Welk voertuig is dit? De graafmachine. Welk voertuig is dit? De helikopter. Nee! Welk voertuig is dit? De brandweerauto. Nee! Jij hebt nu alle voertuigengeluiden goed geraden. En je weet precies welk geluid bij welk voertuig hoort. Knap van jou!
Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer. Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over dierengeluiden. Dat doen we in de natuur. We gaan eens kijken bij de dieren in de nacht. De dieren zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de egel. Maar hoe ziet een egel er eigenlijk in het echt uit? Dit is een egel. De egel is een klein diertje. Hij houdt ervan om 's nachts rond te lopen en lekker te smullen. Dag, egel. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de uil. Maar hoe ziet een uil er eigenlijk in het echt uit? Dit zijn drie uilen. Ze hebben grote ogen die helpen om goed te zien in het donker. En ze kunnen iets heel speciaals. Ze kunnen hun hoofd helemaal ronddraaien. Dat is knap. Dag, uilen. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de vos. Maar hoe ziet een vos er eigenlijk in het echt uit? Dit is een vos. Hij heeft een mooie oranje vacht met een pluizige staart. De vos woont in een holletje. Dat is een huisje. Maar dan onder de grond. Dag, vos. Hier zit een leuk dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de bever. Maar hoe ziet een bever er eigenlijk in het echt uit? Dit is een bever. De bever houdt ervan om zijn huisje te bouwen aan de rand van de rivier. Dat huisje maakt hij van allemaal takken. Gelukkig is hij een goede zwemmer. Dag, bever. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de das. Maar hoe ziet een das er eigenlijk in het echt uit?
Dit is een das. Hij heeft een mooie zwart-witte vacht en is heel erg slim. Hij duikt graag in het water en gaat dan op zoek naar kikkers en kleine visjes. Dag, das. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de vleermuis. Maar hoe ziet een vleermuis er eigenlijk in het echt uit? Dit is een vleermuis. Hij heeft schattige oortjes en hij woont in een grot. Daar hangt hij ondersteboven. Hij is geen vogel en toch kan hij vliegen. Dat is knap. Dag, vleermuis. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de luiaard. Maar hoe ziet een luiaard er eigenlijk in het echt uit? Dit is een luiaard. Ze is zacht en heeft een erg lief gezichtje. De luiaard beweegt zich heel erg langzaam. Zie je dat? Dag, luiaard! Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de pad. Maar hoe ziet een pad er eigenlijk in het echt uit? Dit is een pad. Hij lijkt heel erg op een kikker, maar dat is hij niet. Een pad vindt het erg leuk om te spelen in de modder. Lekker vies. Dag, pad. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, heel goed. Het is de wasbeer. Maar hoe ziet een wasbeer er eigenlijk in het echt uit? Dit is een wasbeer. Een wasbeer kan heel goed klimmen. 'S Nachts is hij wakker en komt dan uit zijn boom. Dit is een grote wasbeer. En dit zijn twee baby wasbeertjes. Dag, wasbeertjes. Hier zit een klein dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is een vuurvliegje. Maar hoe ziet een vuurvliegje er eigenlijk in het echt uit? Dit zijn vuurvliegjes.
Het lijken wel allemaal vliegende sterretjes. Een vuurvliegje heeft een soort lampje dat 's nachts aan en uitgaat. Wat is die mooi, hè? Dag, vuurvliegje. We hebben nu alle dierengeluiden gehoord. Het waren er heel veel, maar ik weet zeker dat jij heel goed hebt opgelet. Ja, hè? Heb je dan zin in een dierengeluidenspelletje? Ja? Weet jij nog welk dier welk geluid maakt? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welk dier is dit? De egel. Welk dier is dit? De uil. Welk dier is dit? De vos. Welk dier is dit? De bever. Welk dier is dit? De das. Welk dier is dit? De vleermuis. Welk dier is dit? De luiaard. Welk dier is dit? De pad. Welk dier is dit? De wasbeer. Welk dier is dit? Het vuurvliegje. Jij hebt nu alle dierengeluiden goed geraden. En je weet precies welk dier bij welk geluid hoort. Knap van jou. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer. Hé,
Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we van alles over dieren leren. Dat doen we hier bij deze boerderij. We gaan eens kijken welke dieren hier allemaal verstopt zitten. We gaan spelen met deze stickerkaart. Je hoort zo meteen een dierengeluid. Je ziet een dierenschaduw. Laten we gaan spelen. Hoorde je dat geluid? Hey, zie jij dat ook? Wie kan dat zijn? Zie jij al wie het is? Ja, heel goed. Het is de koe. Je hebt je eerste sticker verdiend. Koe. Dit zijn koeien. Een koe is een heel groot boerderijdier. Ze zijn erg lief. Een koe eet heel graag gras. Hij speelt met de andere koeien. Zijn vacht heeft zwarte met witte vlekken. En als je hem aait, voelt hij lekker zacht. Dag, koe. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Hoorde je dat geluid? Hey, zie jij dat ook? Wie kan dat zijn? Zie jij al wie het is? Ja, heel goed. Het is de eend. Je hebt je tweede sticker verdiend. Eend. Dit is een eend. Een eend is een vogel. Een vogel die graag zwemt in het water. Hij heeft mooie veren. En hij heeft kleine, platte, oranje voetjes. Die voetjes die helpen hem om goed te kunnen zwemmen. Dat is leuk! Dag, eend! Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Hoorde je dat geluid? Hey, zie jij dat ook? Wie kan dat zijn? Zie jij al wie het is? Ja, heel goed. Het is de geit. Je hebt je derde sticker verdiend. Geit. Dit is een geit. Een geit is een grappig en nieuwsgierig boerderijdier. Ze willen altijd wel even bij je komen kijken. Ze zijn er in allerlei kleuren. Zwart, bruin, maar ook wit. Ze maken een grappig geluid. Probeer het maar eens. Nee. Dag, geit. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Hoorde je dat geluid? Hey, zie jij dat ook? Wie kan dat zijn? Zie jij al wie het is? Ja, heel goed. Het is de haan. Je hebt je vierde sticker verdiend. Haan. Dit is een haan.
Hoorde je dat geluid? Een haan heeft een heel belangrijke taak. Elke ochtend maakt hij alle dieren wakker op de boerderij. Tijd om op te staan, roept hij dan. Kukkelekukkelekuu. Dat is leuk. Dag, haan. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Hoorde je dat geluid? Hey, zie jij dat ook? Wie kan dat zijn? Zie jij al wie het is? Ja, heel goed. Het is de hond. Je hebt je 5e sticker verdiend. Hond. Dit is een hond. Een hond is een heel vrolijk en vriendelijk dier. Hij woont op de boerderij en hij helpt de boer. Samen bewaken ze de dieren. En zo helpt hij mee om ze veilig te houden. Wat is hij lief? Dag, hond. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Hoorde je dat geluid? Hey, zie jij dat ook? Wie kan dat zijn? Zie jij al wie het is? Ja, heel goed. Het is het hert. Je hebt je 6e sticker verdiend. Hert. Dit is een hert. Een hert is een heel mooi dier. Kijk maar eens naar zijn oren. Hij kan heel goed luisteren en hij wiebelt zijn oren heen en weer. Bovenop zijn hoofd zit een gewei. Zo kan je zien dat hij een jongen is, want een meisje die heeft dat niet. Dag, hert. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Hoorde je dat geluid? Hey, zie jij dat ook? Wie kan dat zijn? Zie jij al wie het is? Ja, heel goed. Het is het varken. Je hebt je 7e sticker verdiend. Varken. Dit is een varken. Je ziet wel, dit is een mama varken. Want er zijn allemaal kleine, schattige babyvarkentjes om haar heen. Een varken heeft een hele leuke neus. Daar kan hij heel goed mee knorren. Dat is het geluid wat ze maken. Wat zijn ze schattig. Dag, varkens. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Hoorde je dat geluid? Hey, zie jij dat ook? Wie kan dat zijn? Zie jij al wie het is? Ja, heel goed. Het is het paard. Je hebt je 8e sticker verdiend. Paard.
dit is een paard. Een paard is een heel groot boerderijdier. Ook hij helpt de boer met van allerlei taken. Hij helpt om de kar te trekken en de boer mag af en toe op hem rijden. Hij is mooi van kleur en zijn huid voelt heel erg glad. Wat is hij lief. Dag, paard. We hebben nu alle dierengeluiden gehoord. Het waren er heel veel. Maar ik weet zeker dat jij heel goed hebt opgelet. Ja, hè? Heb je dan zin in een dierenspelletje? Ja? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Let maar goed op. Dit is de koe. Zie jij waar de koe is? Nee, dat is hem niet. Is dit dan de koe? Nee, dat is hem ook niet. Ja, dat is de koe. Je hebt hem gevonden. Je hebt je sticker verdiend. Dit is de eend. Zie jij waar de eend is? Is dat de eend? Nee. Is dat dan de eend? Nee, dat is hem ook niet. Ja, dat is de eend. Je hebt hem gevonden. Je hebt weer een sticker verdiend. Dit is de geit. Zie jij waar de geit is? Nee, dat is hem niet. Is dat dan de geit? Nee, dat is hem ook niet. Ja, dat is de geit. Je hebt hem gevonden. Je hebt weer een sticker verdiend. Dit is de haan. Zie jij waar de haan is? Nee, dat is niet de haan. Is dat dan de haan? Nee, ook niet. Ja, je hebt hem gevonden. Dat is de haan. Je hebt weer een sticker verdiend. Dit is de hond. Zie jij waar de hond is? Is dat de hond? Nee. Nee, dat is ook niet de hond. Ja, dat is de hond. Je hebt hem gevonden. Je hebt weer een sticker verdiend. Dit is het hert. Zie jij waar het hert is? Nee, dat is niet het hert. Dat is ook niet het hert. Ja, dat is het hert. Je hebt hem gevonden. Je hebt alweer een sticker verdiend. Dit is het varken. Zie jij waar het varken is? Dat is niet het varken. Waar zou het varken kunnen zijn? Ja, dat is het varken. Je hebt hem gevonden. Je hebt weer een sticker verdiend. Knap van jou. Dit is het paard. Zie jij waar het paard is? Goed zoeken. Waar is het paard? Ja, je hebt hem gevonden. Dat is het paard. Jij hebt nu alle stickers verdiend. Jij hebt nu alle dieren goed geraden. En je weet precies welke dieren er allemaal op de boerderij wonen. Knap van jou. Ik vond het erg leuk dat je er was.
En ik zie jou graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer. Hey, hallo, wat leuk dat je er bent. Vandaag gaan we iets leren over dierengeluiden. Dat doen we in de natuur. We gaan eens kijken bij de dieren in de tuin. De dieren zitten verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie er verstopt zit. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de koolmees. Maar hoe ziet een koolmees er eigenlijk in het echt uit? Dit is een koolmees. Een koolmees is een klein vogeltje met mooie kleuren en een gezellig liedje. Hij heeft een geel buikje. Het is net een klein zonnetje in de lucht. Dag, koolmees. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de kikker. Maar hoe ziet een kikker er eigenlijk in het echt uit? Dit is een kikker. Een kikker heeft grote ogen. Hij houdt ervan om in het water te zwemmen en te springen. Als je heel stil bent, kun je misschien wel zijn grappige kwaakgeluidjes horen. Dag, kikker. Hier zit een klein dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is een kever. Maar hoe ziet een kever er eigenlijk in het echt uit? Dit is een kever. Een kever is een bijzonder diertje in heel veel verschillende kleuren. Het lijkt wel alsof hij een kleurrijk jasje aan heeft. Dat is leuk. Dag, kever. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de mus. Maar hoe ziet een mus er eigenlijk in het echt uit? Dit is een mus. Musjes maken graag een nest in de bomen. Bij jou in de tuin. Soms hoor je haar fluiten. Dan zie je haar niet, maar weet je toch dat ze er is. Dag, mus. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de libelle. Maar hoe ziet een libelle er eigenlijk in het echt uit?
Dit is een libelle. Een libelle kan heel goed vliegen. Zij heeft mooie, grote, doorzichtige vleugels. Die glinsteren in de zon. Wat is ze mooi, hè? Dag, libelle. Hier zit een klein dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de muis. Maar hoe ziet een muis er eigenlijk in het echt uit? Dit is een muis. Een muisje heeft een zachte vacht en snelle pootjes en is altijd op zoek naar lekkere hapjes. Soms hoor je hem piepkleine geluidjes maken als hij met zijn vriendjes praat. Dag, muis! Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun je vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de duif. Maar hoe ziet een duif er eigenlijk in het echt uit? Dit is een duif. Een duif heeft zachte grijze veren en wandelt graag bij jou in de tuin. Hij maakt een speciaal geluidje. Roekoe! Dat is grappig. Dag, duif. Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de sprinkhaan. Maar hoe ziet een sprinkhaan er eigenlijk in het echt uit? Dit is een sprinkhaan. Een sprinkhaan houdt van springen en verstoppertjes spelen in het hoge gras. Hij maakt een grappig geluidje. Chirp, chirp. Het klinkt als een klein muziekje. Dag, sprinkhaan! Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de spin. Maar hoe ziet een spin er eigenlijk in het echt uit? Dit is een spin. Een spin is een klein beestje dat heel goed kan klimmen en een mooi web kan maken. Hij heeft een rond lijfje en lange pootjes. Het is net een kleine superheld. Dag, spin! Hier zit weer een dier verstopt. Maar als je goed luistert, kun jij vast wel raden wie dit is. Wie kan dat zijn? Ja, precies. Het is de egel. Maar hoe ziet een egel er eigenlijk in het echt uit? Dit is een egel.
Een egel heeft een stekelige vacht die eruit ziet als kleine prikkertjes. Als hij verlegen is, rolt hij zich op tot een klein balletje. Dag, egel! We hebben nu alle dierengeluiden gehoord. Het waren er heel veel. Maar ik weet zeker dat jij heel goed hebt opgelet. Ja, hè? Heb je dan zin in een dierengeluidenspelletje? Ja? Weet jij nog welk dier welk geluid maakt? Nou, laat dan maar eens gauw zien hoe goed jij dit kan. Daar gaan we. Goed luisteren. Welk dier is dit? De koolmees. Nee! Welk dier is dit? De kikker. Welk dier is dit? De kever. Welk dier is dit? De mus. Nee! Welk dier is dit? De libelle. Welk dier is dit? De muis. Nee! Welk dier is dit? De duif. Nee! Welk dier is dit? De sprinkhaan. Welk dier is dit? De spin. Nee! Welk dier is dit? De egel. Nee! Jij hebt nu alle dierengeluiden goed geraden. En je weet precies welk dier bij welk geluid hoort. Knap van jou. Ik vond het erg leuk dat je er was. En ik zie je graag de volgende keer weer. Dag, tot de volgende keer.